Katwijk. Het pakte vorige week de eerste overwinning in dit seizoen in de topklasse. Het mirakel van Hardenberg, de 3-2 overwinning. En dit is het mirakel van Omar Hamdi. De rechterverdediger, ja, hij lacht zich helemaal gek. Na 2 minuten spelen lepelt hij die bal over Ruud de Groot, de keeper van Stedoco. En is het 1-0. Dat kunnen we nog eens een lekker begin noemen van Katwijk. Slordig daar achterin. En dit is Fauzi, die kennen we nog uit zijn Noordwijk-tijd. Is nu niet scherp genoeg. En wordt het foutje achterin bij Katwijk niet afgestraft. Het is nog niet al te best wat we zien op de krom. Veel balverlies, laag tempo. Eindelijk is een goede diepe bal op Mengering. Is er iemand voor de goal? Jawel, Donny van Ooyen. Een ABC'tje. Voorbereiding uitstekend natuurlijk van Mengering. Het afmaken, ja, dat is een koud kunstje voor Donny van Ooyen. En de ruimte die wordt weggegeven achterin bij Stedoco. Kijk eens hoe vrij die van Ooyen staat. Het is 2-0. 25 minuten gespeeld. Ja, en iedereen gaat er eens even goed voor zitten. Lastige bal. Fauzi met de kont erin. Overtreding en de vrije trap. Paul de Lange in de fout. Natuurlijk handig van Fauzi. En hij zet de muur neer. Koroglu. Wie gaat hem nemen? Het is Yılmaz. En die zit erin. Nou, die komt echt uit de lucht vallen. Ja, het maakt de vrije trap niet minder fraai, hoor. 2-1 met nog 5 minuten te spelen in de eerste helft. En Stedoco heeft vorige week in de wedstrijd tegen Kozakken Boys laten zien dat ze kunnen terugkomen. Hamdi in de fout. Kan er worden geprofiteerd? Nou! Hakan Tokul. Ja, dit had de ommekeer in de wedstrijd kunnen zijn. Het blijft 2-1 voor Katwijk. En in de tweede helft zal het feller moeten. Zal het scherper moeten bij de ploeg van Dick Schreuder. Van Ooyen prima weggestuurd. Nou, zoek het maar uit, Mengering. Ja, dit soort ballen moeten erin. In tweede instantie, ja, daar is hij wel. Stefan Plat met de 3-1. Het moest anders. En Katwijk zet meteen na 5 minuten in de tweede helft de tegenstander weer op een marge van 2. En nu is het een kwestie van door blijven voetballen en uitspelen die wedstrijd. Misschien wel werken aan het doelsaldo. Daar is Mengering net niet. Hij komt maar ietsjes tekort. Maar de aanvallen van Katwijk, ze worden gevaarlijker. En Stedoco, ja. Helemaal onderaan in de topklasse. 0 punten. En daar is Mengering wel. Ja, dat is geen makkelijke bal, hoor. Maar hij maakt dit uitstekend af. Marciano Mengering met 3-1. En we kunnen stellen dat de kwaliteit van Katwijk nu eindelijk boven komt drijven. En bij Stedoco realiseren ze zich ongetwijfeld dat dit een heel naar en vervelend jaar gaat worden in de topklasse. Katwijk, ze blijven aanvallen. Prima voorzet. Niet geraakt door Mengering. Die krijgt toch wat kansen, die Marciano Mengering. Jonge Nelen in het veld gekomen. Lijkt Hens. Suzanne, ja! De aanvoerder van Katwijk. Hij werd voor deze wedstrijd gehuldigd vanwege zijn 100ste wedstrijd die hij speelde in Katwijk 1. En niet alleen de bloemen dus voor Suzanne, maar ook een doelpunt. En een aandeel in de overwinning. Hebben we 5 Katwijkse treffers gezien. Door allemaal verschillende spelers. En daar word je als trainer ook blij van. Jonge Nelen met de actie. Ja, het overzicht behouden. Mengering, jongen. Oi, oi, oi. Ja, de makkelijkste kansen die worden om zeep geholpen door Katwijk. Anders hadden we al op 8-9-1 gestaan wellicht. We blijven staan op 5. Zit er nog wat in?
Werk aan het doelsaldo is lekker. Jongenelen stond in buitenspelpositie, krijgt de bal niet. En dus mag het door, maar hij krijgt hier de bal wel. Het doelpunt telt. Jeffrey Jongenelen met de 6-1. De prima voorbereiding van de man vanaf de rechterkant. Omar Hamdi. 6-1. Een afstraffing voor Stedelko. Na een stroeve eerste helft van Katwijk. Ik denk dat het verhaal van de eerste helft was. En uiteindelijk, als je dat dus beter en sneller had gedaan, dan hadden we denk, had de score hoger uit kunnen vallen. Ook omdat je dan de tegenstander de tweede helft dus vermoeid raakt. En waardoor we dus wel de goals maken. En het had nog niet eens zozeer te maken met het tempo omhoog schroeven. Dus ik denk als we dat de eerste helft gewoon veel beter hadden gedaan en elkaar daarin hadden gedwongen. Dat we gewoon eerder tot meer doelkansen waren gekomen. Omar, hoe lang is het geleden dat je zo'n mooie goal maakt? Ik denk volgens mij helemaal niet. Het is mijn eerste competitie goal. Dus ik ben er blij mee. En wanneer ik gescoord voor het laatst heb, misschien in de oefenwedstrijd of op de training voor het laatst. Maar zo'n goal denk ik dat ik die niet meer zou maken.